Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer. Welkom bij een gloednieuwe video. Het echte mannenwerk, zoals Bilal zegt. En Fusion 2019. Er komen geweldige gevechten aan. En de voorbereiding van die gevechten van volgende week zien jullie alvast een voorbereiding. Mensen gaan elkaar uitdagen. Ze gaan kijken wie het psychologisch gaat overwinnen. Kijk mee en geniet alvast. Alleen maar die. Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Laten we beginnen met de persconferentie. Om te beginnen, bedankt allemaal om hier aanwezig te zijn. Voor de persconferentie van de vierde editie van Amateur Fight Organization Presents Infusion. Wij hebben dit jaar een mooie mix opgesteld tussen jonge vechters, hongerige vechters. Die zich heel graag willen tonen op het hoogste niveau. In een mooie locatie in de Lotto Arena. Maar daarnaast hebben we ook enkele topvechters. Die veel ervaring hebben, heel veel partijen op hun naam hebben staan en die zich heel graag willen tonen, zolang nog niet afgespeeld zijn en dat ze nog hun waarde hebben kunnen erin. Vandaag gaan we dus een stare-down, persconferentie, jullie kunnen vragen stellen, jullie kunnen straks aan ons vragen de micro te krijgen om je vragen te stellen aan de vechters. Bedankt om hier allemaal aanwezig te zijn en heel veel plezier vandaag. Meiden willen zeggen die heel graag op de sport willen gaan, maar op de een of andere manier het niet durven of niet doen. Zeker komen allemaal gewoon uw ding blijven doen. Ik draag hem een hijab, ik doe waar ik zin in heb. Ik doe al mijn sporten supergoed. Dus gewoon blijven gaan in alles waar je wilt. Top, dankjewel. Chocola. Een D, een D en een A. Dat betekent, even zien, Hamza, knot. Tegen, ja, tegen Mohammed. Oh,
relaxed. Gewoon alsof er niks aan de hand is. Je zit daar, je kijkt hem aan, toen wist ik oké, dit is wel echt serieus. Ja, toch. Als persoon zelf ben ik wel een hele chille man. Rustig. Liefdevol, vredevol. Zaken zijn zaken. Ja, wat verwacht je vanzelf van de pot? Joe Smits is een bekende naam. Niet erg voor de indruk. Ik onderschat hem zeker niet. Hij is wel lang naar mij in de game. Maar ik onderschat hem niet, maar ik onderschat hem ook niet. En wat voor soort vechter ben jij? Ben je een aanvaller? Ja, ik ben een agressieve vechter. Normaal gezien ben ik meestal agressieve vechter. Ik stel druk. Ik hou van actie. Ik ben iemand die puntjes kan tikken. Ik ben ook iemand die... Ik ben nu wel van andere gym al 2 jaar. Wel met gameplan. We zijn nu wel intelligent aan het proberen te vechten. Dus de techniek is er. Techniek nu is wat er. Meer inzicht. Ja, zeker. Ah, netjes, man. Ik ben echt benieuwd 2 november, man. Goed, ik kom zeker kijken, inshallah. Misschien 3 rondes, misschien korter, maar... Als je ons maar laat genieten. Zeker, ga ik zeker doen. En dan de laatste vraag. Zeker. Wat betekent succes voor jou? Succes is... succes voor mij, dat is een heel mooie vraag. Succes is dat je doelen in je leven hebt behaald. Dat je doelen hebt gezet in je leven. En je uiteindelijk hebt gehaald en dat je trots op jezelf bent. Dat is voor mij succes. Nu, succes moet niet altijd miljonair zijn. Je kunt succes hebben en normaal leven, maar je doelen zijn behaald. Dus geld is niet... Geld is niet. Dat is bijzonder. Dankjewel, broer. De Mark Love, ik laat het denken. Jij noemt hem een oude grijs aan, of niet? Ik heb gezegd dat hij grijs is, dat klopt. Niet, dat is alles lekker bij weer. Oké, nee jongens, dat maakt het niet uit. Heb jij daar nog iets over te zeggen? Maar je bent druk met jezelf, zie ik al. Ik ben misschien al grijs. Mensen die mij kennen, die weten wat er gaat volgen. Jongens, we gaan het zien! Ik wil nog zeggen, ik bedank Infusion en Antwerp Fight Organization voor deze kans. Ik kan niet wachten om spektakel te komen brengen in mijn eigen stad. En ik ga zo niet zo voor van jongens, even naar de foto shoot. Ik heb de kans gekregen, nog een die belde mij op en toen wist ik eigenlijk al van de vast iemand afgezegd. En toen dacht ik, mooi, dat is mijn kans om nog een keer te spelen. Tegen iemand die aan de respect voor hem. Dan vind ik dat een eer om tegen hem te staan. Respect, man, respect. Eén vraagje aan jullie, hè? Want jullie hebben natuurlijk nog een hele lange kickboxcarrière voor jullie. Maar hebben jullie al een idool of niet? Iemand waar je naar uitkijkt? Een doel? Een doel is UFC kampioen worden. UFC kampioen? Voor de streets, voor de boys, voor de hitters. Komen van de bodem, wat weten jullie van klimmen? Allemaal homies om me heen, nu gaan we winnen. Ik doe het voor de fam en voor de gang, mijn jongens binnen. Vanaf day one, day one. Nabi, ik ga puur voor de winst. Als de bal kan vallen. Ik durf niks te zeggen. Zit je horen? Oké, jongens, wil je nog reageren? Hey, gewoon jongens, even rust. Dankjewel. Goedemiddag, dames en heren. Jullie zijn allemaal getuigen van wat ik zo meteen ga zeggen. Zojuist heeft Joost aangegeven dat hij mij de tweede ronde neerslaat. Nou, bij deze ga ik een weddenschap aan met hem. Als hij mij 2 november neerslaat,
geef ik hem een rug, oftewel 1000 euro. Maar, als ik jou neersla, geef je mij een rug, 1000 euro. Broer, er staat een bordje boven jou en dat past gewoon precies. Dat is? Eens kijken. Ja, we doen. Nummer 1. Maar net, je was wel echt serieus, man. Ja, maar ik ben op dat soort momenten ben ik ook echt serieus. Je vraagt ook van het publiek van geen grappen, ga niet dollen. Dat is een serieuze zaak, dus dat is serieus. Vechten is serieus. Ik ben niet het potje aan het knikkeren of voetbal of zo. Ik ben elkaar in elkaar aan het slaan. Ja. Dus dan is het ook serieus. Want wat heb jij de afgelopen periode ervoor moeten laten om deze pot gewoon... Ja, alles. Waar moet ik beginnen? Dus het is keihard trainen 2 keer per dag. Op je voeding letten. Noem maar op, dus je moet heel je leven zet je erin, weet je. Dus het is echt gewoon wat je ervoor moet laten, in principe alles. Wat verwacht jij van de pot? Net heb ik in het publiek een weddenschap gedaan, ben ik aangegaan. Dus hij mij neer zou slaan, wat niet het geval zou zijn. Dan heb ik hem 1000 euro. En als ik hem neer slaan, geeft hij mij 1000 euro. Dus, ik ga dat had je daar eerder over nagedacht of dacht je dat ter plekke? Op dat moment dacht ik, weet je wat, dan pak ik ook dat je zo'n grote bek hebt, bewijs van. Ja. Maar ik zag, je liet hem echt twijfelen. Ja, hij weet dat hij 1000 euro licht is. Grijp het dus. Ja. Ik weet het, omdat hij zo goed de bek heeft bij wijze van spreken, weet je, put your money where your mouth is. Als je ervoor moet gaan, laat het echt goed gaan. Ik laat het geen gas op. En dan is die pot gewoon voor jou, inshallah. Ja, inshallah. Ik hoop het echt voor je, holla. Ik ben echt fan van jou, holla. Ja, oprecht, holla. Allah, zeker man. Allah, zeker man. Holla, barakallahu. En ik zal je zeker supporten die dag. En inshallah, we in die lichaam samen een item maken met Billa erbij. Inshallah, man. Allah, zeker man. Getergd, man. Ja, je wil goed voort. Je wil goed. Want wat ik net zag, is zie ik niet vaak in je ogen die vuur. Nee, man. Ik heb echt vuur in mijn ogen. Veel mensen hebben me onderschat op deze wedstrijd. 2 november, gaan we laten zien dat je echt op basis. Inshallah. Hey, laatste vraag. Wat betekent succes voor jou? Succes voor mij is ook puur voor de winst. Dat ik 2 november win. Dat is voor mij succes. Lachdik man, heel veel succes broer. Respect man.